Het publiek weet exposities geleid door vrouwen te waarderen. Dit zegt Carla Tuinvoort, verantwoordelijke voor de Egidou Gallery Art and Craft Expo, in gesprek met onze nieuwsdienst. Tuinvoort merkt op dat veel meer vrouwelijke kunstenaars nu meer dan ooit hun kunstwerken op de markt brengen. Ze spreekt van een positieve ontwikkeling. En vooral is het belangrijk dat de kunstenaressen het weten te waarderen. Er zijn inderdaad, net wat je zegt, veel meer vrouwelijke kunstenaars nou. En ze durven ook veel meer naar buiten te komen. Dus wij zijn heel erg blij met die ontwikkeling. En het publiek vindt het ook mooi. Wat we zien is een gemengde expositie. En we maken altijd gemengde exposities, omdat Suriname een gemengde samenleving is op allerlei gebied. En wij maken dus al een aantal jaren maken we gemengde exposities verschillende kunstenaars, maar ook verschillende technieken. De expositie draagt de naam Uma Soso en werd de afgelopen weken geleid door vrouwen. Het accent is gelegd op kunststukken die door vrouwen vervaardigd worden. Sinds kort hebben ook mannelijke kunstenaars de gelegenheid om zich aan te sluiten bij de tentoonstelling. Tuinvoort merkt op dat de expo goed is aangeslagen bij het publiek. Aan de ene kant wel, omdat het publiek van ons gewend is dat we proberen, laten we zeggen, het bewustzijn van kunst te gebruiken om het zelfbewustzijn, het maatschappelijk bewustzijn, het sociaal-economisch bewustzijn, het Surinaamse bewustzijn eigenlijk te promoten. Dat doen we al vanaf 1979, kan je nagaan. Dus dat het is alleen de laatste tijd, moet ik eerlijk bekennen, is het natuurlijk wel zo dat door de sociaal-economische situatie van het land. Volgens Tuinvoort heeft de financieel-economische situatie in het land wel zijn impact gehad op de interesse in de expo. Dat is te merken aan de toestroom van bezoekers. De tentoonstelling is op 7 juli begonnen en loopt tot 15 augustus.